Laaiend enthousiast was iedereen op het symposium over de Lelylijn. Maar zo'n project kost natuurlijk miljarden euro's. Ergens tussen de 5 en 10 miljard. Volgens Henk Paltz, een van de initiators van de Lelylijn, moet de landelijke overheid over de brug komen. Daar is gewoon een weeffout gemaakt in het verleden. Toen de polders gerealiseerd werden, is er gewoon geen spoorlijn aangelegd. Dat is gewoon een blunder van de overheid. Nou, dat kunnen ze nu goed maken. Natuurlijk moeten plannen gemaakt worden en moeten rekensommen gemaakt worden. Maar er zit ook een historische blunder van onze overheid ten opzichte van het noorden. Maar de provincies zullen ook een duit in het zakje moeten doen. Ook de provincie Flevoland, zou je toch zeggen, moet meebetalen aan de Lelylijn. Jan de Reus, gedeputeerde, denkt van niet. Nou, u weet dat Flevoland een ontzettende arme provincie is. Dat wij hebben hem niet staan in ons coalitieakkoord. We hebben ook geen middelen als provincie. Ik zeg nooit nooit, maar wij zijn niet een provincie die ruimhartig is gecompenseerd voor bijvoorbeeld de privatisering van de energiemaatschappijen of het vertrekken van het aardgas. Wij moeten echt onze dubbeltjes opzij leggen om en te kunnen sparen voor onze eigen voorzieningen. Nou ja, ik denk dat Flevoland zich vol achter de Lelylijn moet zetten. Kijk, geen geld hoor ik dan. Ja, dat is altijd zo. Nou, dat weet ik niet. Er blijken altijd potjes te zijn. Er blijken altijd reserveringen te zijn. Er blijken altijd fondsen te zijn. Alleen, die hebben misschien een stempeltje of die hebben een bepaald etiket. En misschien kunnen creatieve mensen daar ruimte in vinden. En anders moet het uit Den Haag komen. Hoe dan ook, er komt eerst een onderzoek naar de haalbaarheid van de Lelylijn. Dat is vorige maand besloten. En daar verwacht Paltz veel van. Ik denk dat als de vier provincies zich er vol achter zetten, samen met VNO-NCW en de bevolking en het bedrijfsleven, zeggen wij willen dat die lijn komt. Wij willen weten hoe er gerekend wordt. We willen daar ook in meedenken. We willen daar ook in bijdragen. Ja, dan kan het niet anders zijn dat die lijn er komt. En daar ga ik vanuit. In de zaal zat ook een kleine delegatie uit Urk. Wethouder Gerrit Post is positief over de plannen. Hoewel Urk zelf waarschijnlijk niet een eigen station krijgt, omdat het niet op de route ligt van de Noord-Zuid treinverbinding. Nou, nee, je moet wel realistisch blijven. Als dat de Lelystad Groningenlijn wordt en Hemmelo krijgt een station, dan kunnen wij er prima op aanhaken met het openbaar vervoer.